We zijn in Italië, Ancona, onze vertrekhaven. In de Costi-terminal is het een drukje van je welste. En wachten duurt lang. Na het invullen van de noodzakelijke formulieren, aan boord. Als je ziek bent, kom je er niet in. Het is onze eerste cruise en het aanzicht is indrukwekkend. De reddingssloepen zien er betrouwbaar uit. Ze bieden plaats aan 40 man en indien nodig worden ze gelost met iedereen erin. Men stuurt ons onmiddellijk naar de lounge Spectaculair. Een of andere Italiaanse kroener vrolijkt al zingend de nieuwkomers op. Ondertussen zijn er reeds verschillende die via de liften naar hun kamerniveau vertrekken. Sommigen begeven zich reeds aan de drank. Anderen terroriseren reeds de dansvloer. We zijn nog geen 4 uur ver. Drill, abandoned ship. Ja, met die Costa's weet je maar nooit. Iedere passagier is verplicht deel te nemen en zich naar de afgesproken evacuatieplaats te begeven. Eindelijk rust. En ondertussen heeft de boot reeds de haven van Ancona verlaten. Dus tijd om eens rond te neuzen. Dit schip is eigendom van de cruiserederij Costa Crociere, met als thuishaven Genua. Het werd te water gelaten op 30 juni 2008 en is op 5 juni 2009 samen met de Costa Luminosa, een zusterschip, gedoopt. Het heeft een lengte van 290 meter, een breedte van 36 meter en een diepgang van 8,2 meter. In het totaal kunnen er 3780 passagiers aan boord met 1110 bemanningsleden. Het is een echt klein dorp. Het motto van dit schip is een zee van muziek. En dit thema ziet u terug in het interieur en de namen van de bruggen die allemaal gerelateerd zijn aan de wereld van de muziek. Er wordt op het hele schip muziek gespeeld de hele dag door.
Er is extra aandacht besteed aan een perfecte geluidskwaliteit en maestro Mauro Pagini heeft maar liefst 30 muziekstukken geschreven, exclusief voor dit cruiseschip. En als je het even iets anders wilt horen dan muziek, bezoek dan de buitendekken om naar het melodie van de kabbelende golfjes te luisteren. Ook de kleinere komen hier goed aan hun trekken. Achteraan het dek is het meestal rustig. Even aperitieven. Thank you, my dear man. Bij wijlen denk je dat je op loveboot zit. Ja, wij zorgen voor jullie, zorg jij dan voor ons. Ook aan de gokverslaafden werd er gedacht. De volgende morgen rondleiding naar het Beauty Center, de fitnesszaal en het bovendek. Dit is een waar waterparadijs.
Je kan er ongebreideld zwemmen en sporten. Iedereen komt hier wel aan zijn trekken. Eindelijk, we varen Heraklion in Kreta binnen. De Ave is ondiep, dus assistentie van de slepers is nodig. Hollanders kom je overal tegen. Vandaag bezoeken we een typische oeve waar men olijven, perziken en sponsen kweekt. Na de rondleiding een etentje en over naar plezier op zijn Grieks. Dit was onze eerste kennismaking met Griekenland, dat op de rand van het faillissement staat. Het was er niet aan te merken. Istanbul, we zijn op komst. Hier blijven we 2 dagen en onze eerste dag doen we een vrije uitstap. Vandaag bezoeken we de Blauwe Moskee of de Sultan Hamed Moskee. Hier kom je niet binnen met ontblote benen en zonder hoofddoekje. Sommigen mogen zelfs helemaal niet binnen. De Blauwe Moskee werd gebouwd tussen 1609 en 1617, meer dan 1000 jaar na de katholieke Hagia Sophia. Ze is omgeven door 6 minaretten, op 2 na het hoogste aantal ter wereld. De centrale koepel meet 33 meter en heeft een hoogte van 43 meter. Het interieur is gedecoreerd met meer dan 20.000 handgeschilderde tegeltjes in de kleuren blauw, groen en roodbruin.
De koepelstructuur is indrukwekkend en een staaltje van oude Romeinse bouwkunst. Het is een van de belangrijkste bezienswaardigheden van Istanbul. De Basilica Cisterne is een 6e eeuwse onderwateropslagplaats in Istanbul. De bedoeling was de waterbevoorrading van het paleis van de Byzantijnse keizer Justinianus. Het wordt soms ook het verzonken paleis genoemd. In Istanbul zijn er meerdere van zulke watervoorraden te vinden, maar deze is wel de grootste. Ze werden allen bevoorraad via een aquaduct met vertrekpunt de bronnen uit het Belgradowoud. Ze meet 143 meter bij 65 meter met een hoogte van 9 meter en kan 80.000 kubieke meter water bevatten. De gewelven worden ondersteund door 336 oude Romeinse zuilen, afkomstig van nooit afgewerkte Romeinse tempels. Sommige zuilen zijn mooi versierd. Deze plaats was meermaals het decor voor beroemde films en avonturenboeken. Een aantal scènes uit de James Bond film From Russia With Love werden hier opgenomen, maar er zijn er nog. We vertrekken terug richting onze boot. Morgen bezoeken we Topkapi. We bevinden ons op het Seraglio-punt in Istanbul. De bouw van Topkapi werd gestart in 1459 door Sultan Mehmed II. Vanaf hier kan je uitkijken over de Bosphorus, de Gouden Hoorn en de Zee van Marmara. Door de jaren heen werd het vernield, dit ten gevolge aardbevingen, branden en verwoestingen. Dit paleis was ooit het centrum van het Ottomaanse Rijk. Het was het koninklijke verblijf. In 1922 besloot Mustafa Kemal Atatürk om het Ottomaanse Rijk af te schaffen en stichtte hij de Turkse Republiek. In 1924 is het een museum en in 1985 werd het toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Topkapi-paleis is in totaal 70 hectare groot en wordt omringd door een muur van 5 kilometer lang. Het complex bestaat uit een grote verzameling gebouwen, omringd door tuinen. Ooit verbleven hier meer dan 5000 mensen. Het paleis bestaat uit 4 hoven met steeds een specifieke bedoeling. Het eerste hof werd gebruikt voor parades en processies en was het enige deel dat open stond voor het publiek. Alle gebouwen hier zijn nu musea. In het tweede hof werden de ceremonies, grote festiviteiten zoals kroningen en ontvangsten van ambassadeurs gehouden. De gebouwen zijn rijkelijk versierd. Van hieruit heb je ook een prachtig zicht op de stad.
Via de poort ter gelukzaligheid kom je terecht in het derde hof. Het symboliseert de grootsheid van de sultan en geeft toegang tot de privéruimtes van de leider van het Ottomaanse Rijk. In het midden ervan staat de audiëntiekamer, waar de sultan de vizieren en ambassadeurs privaat ontving. In de oude privéruimtes huizen tegenwoordig de heilige relieken van het Topkapi-paleis. Hier kun je onder andere een mantel, een tand en een pluk aar van de baard van de profeet Mohammed bewonderen. Deze ruimte is daardoor ook een belangrijke pelgrimsplek. Het vierde en laatste hof was de privétuin van de sultan, met bloembedden, een marmeren terras en een bad. Hier bevinden zich de fraaiste paviljoenen van het paleis. We verlaten Topkapi. Laat in de avond komen we terug bij onze boot. Morgen vroeg vertrekken we uit Istanbul terug richting Griekenland. Istanbul, jij mysterieuze stad. We zijn aangemeerd in Volos, niet ver van de oude vissershaven. Volos is een stad in het centrum van Griekenland en ligt aan de Egeïsche Zee. Er wordt hier gevist met kleine bootjes. Na de vangst wordt er tussen de vissers druk gebabbeld. We trekken richting centrum, maar eerst nog even langs de kleine vismijn. Opvallend is de grote diversiteit en keuze aan vis en schelpdier. Enkele visserijwinkels en cafeetjes voor de vissers zijn open. Griekenland staat op bankroet, maar dat is niet te merken aan de plezierjachthaven. Sommige shoppingstraten in het centrum doen het blijkbaar nog steeds goed. Op de brede lanen wordt er nog steeds geflaneerd. Toch een teken aan de wand. En blijkbaar is er ook geen verbetering. En zeker geen witte rook. Gebouwen worden niet meer onderhouden, maar de toeristenwinkeltjes doen het nog steeds. Bij het terugkeren nemen we een zijstraat
En daar zien we de eerste tekenen van verloedering. Leegstaande winkels en graffiti. Volos is normaal een moderne Griekse stad met een rijke cultuur, een rijk en gezellig nachtleven en een eerlijke lokale keuken. We horen muziek en gaan een klein visserscafeetje binnen. De sfeer is er fantastisch. De muzikanten tokkelen er lekker op los en de Retsina-wijn en Ouzo gaan vlot binnen. Van het Griekse bankroet geen spoor meer. We kunnen er ook lekker eten. Een Griekse medze. Volgens de overlevering vertrokken van hieruit de Argonauten. Dit waren een groep helden in de Griekse mythologie die in de jaren voor de Trojaanse oorlog rond 1300 voor Christus zochten naar het Gulden Vlies. Hun naam komt van hun schip, de Argo, genoemd naar de bouwer Argus. In Volos kan je een volledige replica van deze boot bezichtigen. Is het de wijn of is het de Ouzo? Maar stilaan dromen we weg in het tijdperk van de Argonauten. We zijn aangekomen in Athene. Volgens de nieuwsberichten weinig goeds. Griekenland staat op de rand van het bankroet. Dat konden we reeds in Volos zien. We hebben hier ook zeer weinig tijd. Iedereen staakt, zo ook het loodswezen. En dat mochten we ondervinden. Dus vlug met de hop-on, hop-off bus een korte citytrip. Van de nakend bankroet is weinig te merken. Aan het presidentieel paleis is er heel wat militaire activiteit. Hier gaat alles blijkbaar zijn normale gang. Thank you.
Eens in het centrum zien we de eerste tekenen van ongerustheid. Mensen staan bij elkaar. Toeristen blijven blijkbaar weg. Op de pleinen staan er tentjes met daar rond verontruste burgers, vooral ambtenaren. De banken zijn ondertussen gesloten en de politie is overal aanwezig. We rijden verder richting Acropolis. Dit gebouw staat in de steigers, maar er is weinig activiteit. Enkel toeristen. Sommigen laten het niet aan hun hart komen. Wij keren terug, deze keer met een dubbel gevoel. Deze nacht gaat het terug richting Italië, waar de financiële toestand ook al niet de best is. We zijn uiteindelijk op onze laatste bestemming aangekomen. Civitavecchia is een stad 70 kilometer ten noordwesten van Rome. De stad is vooral belangrijk vanwege zijn haven. Van hier vertrekken schepen naar verschillende internationale bestemmingen. Wij zijn aangemeerd dicht bij de lokale vissershaven. Deze haven heeft een natuurlijke afscherming en wordt gedomineerd door het Fort Michelangelo, dat nog steeds militaire kazerne is en men dus niet kan bezoeken. De Romeinen vermelden de plaats voor de eerste keer in het jaar 103 na Christus. Keizer Trajanus liet toen de haven van de stad aanleggen. De vestingsmuren, de fontein en heel wat oude gebouwen bestaan nog steeds. De urbanisatie heeft echter de bovenhand gekregen. De stad is vrijwel zeker gesticht door de Etrusken. De toegang tot het Nationaal Archeologisch Museum is gratis. Hier word je geconfronteerd met de rijke geschiedenis van de stad.
Keramieken, borstbeelden en graftombes vind je er bij de Vleet. Spijtig is deze tentoonstelling voor buitenlanders niet al te overzichtelijk. Alle infopanelen zijn alleen in het Italiaans. Na dit cultureel bezoek richting Centrum. Bij de brandweer kwamen we te weten dat het markt was. Ja, in het zuiden is het alle dagen markt en een drukje van je welste. Alhoewel, vandaag dus naar het volk kijken. De collega's van het lokale televisiestation waren er ook met minder fraaie gesprekken. Ja meneer, Italië is failliet. Och, laten we ons nog een opdrinken. We wandelen verder door de verlaten straten op zoek naar een typisch restaurant. Heel wat terrassen zijn echter leeg. Geen volk. Geen toeristen. Italië is werkelijk in nood. Indien nodig kan je nog steeds tegen een papegaai babbelen. Na deze turbulente conversatie besluiten we om bij een lokale kunstenaar een bezoekje te brengen. Deze probeert ons in alle geuren en kleuren zijn werk en vooral zijn prijzen te verklaren. Ze vielen echter nogal tegen. Dus maar terug naar de boot. Uiteindelijk hebben we dan toch een typisch restaurantje gevonden. Arrivederci Italia, hopelijk tot in betere tijden.